Hallo met Christel. Ik ga ook weer de ja-maar-kaartjes gebruiken. En dit zijn allemaal de nee'en. Allemaal de nee'en. Je moet dus ook weer vragen. Hè, zou ik mijn baan veranderen? Zou ik mijn relatie voorzetten? Zou ik studeren? Maar niet dus vragen over iemand anders. Dus vraag dus niet, houdt zij van mij? En gebruik geen ontkenningen als niet of nooit. Dus stel de vraag dus ook positief. Dus als je zeker weet dat het nee is, dan krijg je meer informatie over het nee. Dus als je echt voelt, dit is nee. En hier ligt er zo meteen een ja. Gaan we zo meteen een ja doen. En nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Keuzes. Dus ik zou zeggen, ja, denk even na. Wat voor getal wil je? Dan gaan we zo beginnen met 1. Ik ga gewoon door, want het is geen timestamps. Goed, antwoord dus nee op de vraag van jou. En dan aangevuld nee. Het zal in alle opzichten tegenvallen. Nummer 2. Nee, het past niet bij je. Nummer 3. Nee, het zal je niet lukken. Nummer 4. Nee, wacht op een betere kans. Nummer 5. Nee, het is ondoordacht. Nummer 6. Nee, het zal je te veel energie kosten. Nummer 7. Nee, je motieven zijn niet zuiver. Nummer 8. Nee, dit is niet het moment. Het is gewoon een spelletje, mensen. Word niet boos, hè. Nummer 9. Nee, het is de moeite niet waard. Nummer 10. Nee, je zal eronder bezwijken. Nummer 11, trek je terug uit deze situatie. Nummer 12, nee, het is te hoog gegrepen. Nummer 13, nee, het zal je in gevaar brengen. Nummer 14, nee, je zal je vrijheid verliezen. Nummer 15, zelfs als alle voortekenen gunstig zijn, is het nee. Nummer 16, nee. Je doet het om te conformeren. Nummer 17, nee. Het is een illusie. En nummer 18, nee. En zoek met stoppen naar wat je eigenlijk al hebt. Goed, dat was de nee-kaartjes. Dan ga ik ze verplaatsen naar de ja. Dus even een momentje. Goed. Nou, als je dus zeker weet dat het een ja is, dan liggen hier de getallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18. Doe deze even weg. Ik hoop dat ik een keuze heb gemaakt. Dan gaan we beginnen met nummer 1. Ja, maar let op de details. Nummer 2. Ja, maar houd afstand. Nummer 3. Ja, maar alleen als je het kunt openstellen. Als je kunt openstellen om te ontvangen. Nummer 4. Ja, maar vergeet niet dat het om de weg gaat en niet om de bestemming. Nummer 5. Ja, je opent een geweldige energiebron. Nummer 6. Ja, maar stop met zeuren en piekeren. Nummer 7. Het is het begin van een groots avontuur. Nummer 8.
Ja, het is precies de goede stap om precies op precies het goede moment. Nummer 9. Ja, maar alleen als je eigen belang opzij kunt zetten. Nummer 10. Ja, het betekent een nieuwe frisse start. Nummer 11. Ja, je bloed zal er sneller van stromen. Nummer 12. Ja, het zal je diepgaand veranderen. Nummer 13. Ja, waag het. Nummer 14. Ja, je bent er klaar voor. Nummer 15. Ja, het is tijd voor verandering. Nummer 16. Ja, het zal zelfs makkelijker gaan dan je denkt. Nummer 17. Ja, maar doe het toch tactvol. En nummer 18 is ja, en geniet ervan. Nou, ik hoop dat jullie dit grappig vinden. Ja, als het uitgekomen is zoals je wenste en een mooi antwoord was, dan hoor ik het graag in de reactiebox. In ieder geval tot de volgende keer. Doeg!